ga iets vertellen zometeen over ons initiatiefvoorstel. Mijn zoon, die helemaal aardig groot is, die wilde dolgraag voetballen, maar werd eigenlijk altijd overal weggebonjourd, want pas op voor de auto, pas op voor onze plantjes, pas op voor dit. Het beleid was voornamelijk gericht op de norm van 3%. 3% speelruimte, het is ook voornamelijk gericht op formele speelterreinen. Als de gemeente op een gegeven moment bezig was met spelen voor kinderen, dachten ze eigenlijk alleen maar aan speelplekjes. En met de schaarse ruimte die we hebben, zullen we dus ook zorgvuldig om moeten gaan. Dus dat betekent die groenruimtes die er wel zijn, moet je dan dus ook dubbel gaan benutten. Dus stel een park bijvoorbeeld open voor kinderen om ook in te kunnen spelen. Net wat ik al zei, bijvoorbeeld een boom die geschikt is om in te klimmen. Zeg dan niet van dit is een park, daar moet je alleen naar kijken. Nee, zeg eens van, goh, nou wat mij betreft mag je in die boom klimmen. Er zijn wel genoeg speelvoorzieningen in Zuidenburen alleen. Waarom worden ze niet gebruikt? Ik heb geen idee, want elke straat zijn er wel, maar veel kinderen zitten toch gewoon binnen en nou, volgens mij vinden ze er echt geen bal aan. De natuurbeleving speelde in het beleid geen rol. Kinderen werd niet gestimuleerd om bezig te gaan met de natuur, de weinige natuur die ze in hun buurt konden vinden. Hoe mensen er tegenaan kijken die er dagelijks mee in aanraking komen. Maar ik merk gewoon dat wanneer we het hebben over spelen en over speelobjecten, dat de overheid en zeker ook de gemeente al heel snel wegkruipt in van ja, maar wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Wij zijn aansprakelijk, wij zijn bang voor de aansprakelijkheid die wij daarin hebben. Dus zeggen wij gewoon maar nee. Ja, ik vind ook wel dat de ouder in eerste instantie verantwoordelijk is, maar als ik als ouder mijn kind op een schotel laat zitten en die hangt daar op zo'n speelplaats, dan denk ik wel, ja, dan mag ik het toch wel vertrouwen als ouder dat die tanden goed zijn, dat mijn kind er niet doorheen staat. Ja. Ik denk wel dat als de overheid een speelgestel plaatst, dat ze wel moeten zorgen dat het ondeugdelijk materiaal zo goed wordt gehouden. En daarna houdt in principe de verantwoordelijkheid van mij voor wel een heel hoog. Ja, maar misschien moet je kijken of je dat meer in de private sfeer kunt trekken. Ik denk ook niet vanavond dat we met pasklare oplossingen kunnen komen. Maar wat wij wel gaan doen, is kijken van wat speelt er nu echt en welke dingen kunnen wij nog verder uit gaan werken en uit gaan zoeken. En misschien ook via de gemeente weer aan terug kunnen geven door toch iets meer handvaten te geven. Met dat bijvoorbeeld een natuurlijk spelen invulling te geven.